Ik denk dat het einde interlandcarrière voor Joey Veerman is. Ronald Koeman kan wat dat betreft kiezelhard optreden. Ja, we staan hier in de persruimte waar Ronald Koeman zo tekst en uitleg moet gaan geven over de nederlaag tegen Oostenrijk. De Oostenrijkers. 2-3. Het was wel verbijsterend wat we op het veld hebben gezien. Ja, zeker de eerste helft. Zeker de eerste 15 minuten. Zo slecht heb ik het Nederlands elftal echt nog nooit van mijn leven gezien. Ik heb heel wat interlands gezien. Er werd geen duel gewonnen. Er kwam geen bal aan. Volgens mij namen die Oostenrijkers de aftrap. Toen kwamen er in totaal 2 Nederlandse benen tegen. Of tussen. En toen stond het al 1-0 voor Oostenrijk. En iedereen was gewaarschuwd. Want die Oostenrijkers hebben volgens mij 5 goals in de laatste 6 wedstrijden in de eerste 15 minuten gemaakt. En Nederland krijgt er gewoon ook 1 om zijn oren. Geen duelkracht. Helemaal niets. Ja, en een dramatische beurt voor Joey Veerman. Dit kan echt niet op dit niveau. Nee, dus Veerman zal niet meer terugkeren, denk ik, bij het Nederlands elftal in de basis in elk geval. Nee, sowieso niet dit toernooi. En ik denk dat dit einde interlandcarrière voor Joey Veerman is. Ronald Koeman kan wat dat betreft kiezelhard optreden. En normaal gesproken zit hij er tot medio 2026. Dan hebben we het WK in Canada, Mexico en Amerika. En daar zal Joey Veerman niet bij zijn. Koeman bracht vorige week al te berden dat hij 5 middenvelders miste. Nou, Veerman was een van de alternatieven. Die heeft zich hier kunnen waarmaken, maar daar is helemaal niets van gebleken. Nee, we kunnen het over Veerman hebben, we kunnen het ook over de bondscoach zelf hebben. Ja. Want blijkbaar is hij dus niet in staat geweest om zijn elftal te prepareren tegen het Oostenrijk. Nee, en hij heeft. Ik vond het een hele logische opstelling op papier. Je zou zeggen, als je de bal hebt, dan heb je echt prima spelers om het spel te maken. Daar is geen moment van gekomen. Ze hebben eigenlijk zeker de eerste helft nooit de bal gehad. En Koeman heeft dus totaal verkeerd ingeschat wat de mogelijkheden met deze spelers zijn geweest. Op de trainingen, vanuit de wedstrijden. Ja, dat heeft hij een totaal verkeerde inschatting gemaakt. Om op deze manier dus te beginnen tegen Oostenrijk. Ja, en dan roep je de problemen zelfs tegen de nummer 25 van Europa. Roep je over je af. Ja, dan heb je het idee dat in de tweede helft Oranje wat meer druk probeert te zetten. Wat meer het initiatief naar zich toe probeert te halen. Nou ja, ze scoren dan ook. En dan denk je misschien nu gaan ze eroverheen. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Nou, boom, hup, weer Oostenrijk die eroverheen gaat. En 2-1. Maak je 2-2, dan denk je nou, hè, 2-2 met een 1-1 bij Frankrijk-Polen. Ben je toch nog groepswinnaar? Nee, krijgen ze nog een goal tegen. Want ook verdedigend zat het heel slecht in elkaar. Ook na het vertrek van Veerman. Ja, en als dit zo doorgaat. Hè, nu krijg je als nummer 3 van de pool. Krijg je of Spanje, moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Of België of Engeland. Ga je er dan vanaf? Dan heeft Koeman het niet beter gedaan dan Frank de Boer in 2021. Ja. En die moest wieberen nadat hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Tsjechië. Ja, en je moet afvragen of de positie van Koeman houdbaar is. Op het moment dat je dadelijk een draai om je oren krijgt in de tweede ronde en naar huis moet. Ja, als je nog even verder spelers analyseert. Veerman dus dramatisch werd er in de eerste helft uitgehaald. Zijn er nog andere spelers? Nou, Veerman, die had het vooraf gezegd natuurlijk. De druk, nee, daar was hij niet van. Als Mbappé op hem af zou komen, dan zou hij hem uitkappen. Nou, er is helemaal niets van gebleken. Het oranje shirt is voor hem veel te zwaar gebleken. Zelfs na een geweldig jaar bij PSV. Maar Lucero Geertruida, van wie iedereen dacht, hey, die heeft een goede beurt gemaakt tegen Canada in de voorbereiding. Precies hetzelfde verhaal. Je komt niet weg met 1 onderschepping in een wedstrijd die goed is, waaruit een goal komt. Xavi Simons, precies hetzelfde verhaal. Het shirt van Oranje weegt gewoon te zwaar. 1 assist, voor de rest echt weer als invaller van Veerman ook een dramatische wedstrijd. Maar ook de verdediging, malen. Iedere keer weer. Vorig jaar met een finale van de Nations League zakte hij door het ijs omdat hij niet mee terugverdedigde. Hij raakte vandaag geen bal. Hij had de kans op 1-1. Ja, moet er gewoon in. Gewoon een hele simpele bal. Mist volledig de bal. Ja, want zelfs als speelden ze dramatisch in de eerste helft. Dat is nog een aantal hele grote kansen. Prima kansen. Malen grote kans. Reinders grote kans die de bal naschoot. Maar Reinders is precies hetzelfde verhaal. Je ziet gewoon aan dat moment heeft hij alle tijd, alle ruimte, alle vrijheid om gewoon normaal uit te halen. Balletje wordt teruggetrokken, moet gewoon een goal zijn. Raakt de bal half, is gewoon spanning, is gewoon druk. Het podium niet aankunnen. Nee, zo zie je dus dat Oostenrijk uiteindelijk met de overwinning aan de haal gaat. Frankrijk nog gelijk gespeeld tegen Polen. Ja. Poel op zijn kop gezet. Totaal. En dat verwacht je niet. Je verwacht dat gewoon niet. Ook je verwacht van de Nederlands elftal dat ze een ploeg als Oostenrijk, die ook eigenlijk nog met een verzwakte formatie speelde. Omdat Ranjik had 4 spelers met een gele kaart, had hij er buiten gelaten. Dus hij paste zich gewoon aan. Hij dacht al aan de volgende ronde. En dan krijg je toch nog
met een 2-3 nederlaag te maken. Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Ik heb er heel weinig meegemaakt. Ja, scherven oprapen en dan op naar de achtste finale. Nou, de scherven moeten morgen opgeraapt worden met een oefenwedstrijdje met het B-team. He, tegen een of andere Noord-Liga-club, vraag me de naam niet. Maar als je dit team zo ziet, dan moet gewoon dit team dat wedstrijdje maar spelen. Dan maar 2 keer 90 minuten in de benen. Maar dit leek echt helemaal nergens op. Nee, en dan wordt het heel zwaar om tegen een ploeg als Engeland, Spanje, ook België natuurlijk nog door te gaan komen. Nou, bij Engeland is er ook paniek en is het ook één grote puinhoop. Die moeten vanavond nog maar zien te winnen. België is een team op zijn retour. Dus dan zou je zeggen van, dat kan nog wat. Tegen Spanje ben je gewoon volstrekt kansloos als je die loodt. Maar dit Nederlands elftal is kansloos nu hier vandaag tegen een verzwakt Oostenrijk. Nou, het kwam uiteindelijk goed weg tegen Polen en tegen Frankrijk. Maar als je zo manifesteert op dit podium, dan heb je hier gewoon helemaal niets te zoeken. Oké, dankjewel. Graag gedaan.